De Anton de Kom Universiteit van Suriname houdt deze hele week een boekenexpositie over de onafhankelijkheid van Suriname. Deze expositie geeft inzicht over de periode van de onafhankelijkheid in 1975. De boeken worden tentoongesteld in de bibliotheek. Directeur van de bibliotheek, Jane Smit, zegt dat er regelmatig exposities worden gehouden over belangrijke gebeurtenissen in Suriname. Tijdens deze expositie worden werken van zowel Surinaamse als Nederlandse schrijvers gepresenteerd. Wat bieden we aan? Informatie over dit onderwerp. En het is echt een historisch geheel, documenten, beelden van 42 jaar onafhankelijkheid van Suriname. De universiteitsbibliotheek heeft regelmatig exposities over belangrijke gebeurtenissen, over thema's. En het is de bedoeling dat die informatie beschikbaar wordt gesteld. Bijvoorbeeld hebben wij hier information literacy sessies, waar de mensen toch wel schrikken van dat wat we hebben. Vandaar dat het heel belangrijk is dat deze informatie wordt gedeeld. Jane Smit, directeur van de bibliotheek van de Anton de Kom Universiteit van Suriname, over de expositie in verband met 42 jaar onafhankelijkheid. En ieder kan van deze gelegenheid gebruik maken om meer te weten te komen over deze bijzondere dag.